Ik ben waarnemend teamleider binnen Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik eerst als zorgcoördinator werkzaam was binnen Gelre Ziekenhuizen. Daarvoor heb ik een interne opleiding gekozen. Ik wil me graag zelf ontwikkelen waarvoor mijn baas mij deze opleiding heeft aangeboden. Sinds juni dit jaar ben ik manager van de ambulante thuisondersteuning bij Cirelo. Ik heb voor de associate degree gekozen omdat ik nog geen eerdere kennis had op gebied van management. En ik ben heel blij dat ik de keuze gemaakt heb omdat het direct toepasbaar is in mijn huidige functie. Ik ben zorgcoördinator bij de RIBW Nijmegen en Rivierenland. Je leert tijdens de module regie voeren over processen om te kijken naar hoe processen binnen organisaties eruit zien. Dan leer je ook kijken naar waar nou eventueel een probleem zit of een stagnatie in dat hele proces. En om gewoon kritisch en analytisch naar zo'n proces te kunnen kijken en daar een verbeterplan op te kunnen stellen, nou, heeft ook een meerwaarde voor de werkgever om dat eventueel te kunnen meenemen in de toekomst. Bij de module regie voeren over processen leer je het analyseren van werkprocessen, maar ook het kijken naar de oplossingen daarvoor en het in de praktijk brengen van je bedachte oplossing. Wij leren bij de module het bijsturen van gedrag van professionals, te kijken naar het gedrag van jouw medewerker. Waar zit de medewerker met zijn gedrag en waar wil je graag met die medewerker naartoe? En hoe kun je op een natuurlijke manier die medewerker meekrijgen naar het wenselijke gedrag? Nou, het onderwijs wat wordt geboden sluit heel erg aan bij jou als professional. In dit geval als coördinator leer je om zowel naar de zakelijke aspecten te kunnen kijken, maar ook naar jezelf persoonlijk te kunnen kijken. Die ontwikkeling die maak je door, die voer je ook door bij jezelf. En ja, dat is gewoon heel fijn hoe dat dan hier zo gaat, omdat het heel erg aansluit bij één jezelf, maar ook bij hoe je zelf als professional in het werk staat. Ik vind het hier heel fijn. Je bent heel welkom. Je mag zijn wie je bent. Iedereen is heel bereidwillig om je te helpen, om je een niveau hoger te krijgen. Het is gewoon geweldig hier. De combinatie studiewerk en privé is te doen, maar het is echt wel zoeken in het begin. En het is een hele nieuwe balans, zeker als je een gezin thuis hebt en nog 3 dagen werkzaam bent. En een studiedag hebt, maar uiteindelijk kom je samen ook met je medestudenten wel tot een bepaald punt dat je weet wat je kunt verwachten van de lesdagen en hoe je elkaar ook kan ondersteunen daarin. Dus dat is heel prettig. De combinatie studie, werk en privé bevalt goed. Het is een drukke bezigheid door heel veel te plannen en goede achtervang, een bereidwillige echtgenoot, ouders die altijd voor me klaarstaan. Wordt dit gewoon een succes?